gaat om hormonen die worden aangemaakt. Dus dat is de enige reden dat ik nog seks met je heb. Twee fases in mijn leven met 5 jaar verschil. Single versus relatie. We gaan als eerste terug naar 2017. Ik was ruim 1 jaar single en ik had heel veel behoefte aan prikkeling. En mijn interesse ging uit naar een man met wie het allemaal een beetje fout voelde. Vorig jaar kwam ik in contact met iemand die ik al heel erg lang ken. Even terugblik dan maar, toch? Nee, ja, jawel. Nou, ik heb even gisteren iemand, nee, gezien die ik wel interessant vind. Sorry hoor jongens, ik heb heel veel tijd over een man die ik, waar het nooit wat mee gaat worden ofzo. Maar je kan soms beter gewoon onder indruk. Wat vind je van allemaal oude mannenverhalen? Ja, er zitten wel oude knakkers bij je. En toen is besloten om daar niet mee verder te gaan. En ik was dus helemaal trots op mezelf. Ik heb hem van alweer een andere kant gezien. En nu vind ik hem nog leuker. Het zijn iets meer raakvlakken dan ik had gedacht. Maar ik ga hem niet meer zien. Dat was zelfs het einde van de serie. Mijn inzicht was, je hoeft niet altijd een lange relatie te krijgen om iets tot een succes te laten zijn. Sommige dingen zijn gewoon maar bedoeld als een korte fase. En dat kan net zo intens of betekenisvol zijn als wel een hele lange relatie. En ik was gewoon helemaal happy en ik ging die oudere man niet meer zien. Heel verstandig. Nou, daar heb ik me heel goed aan gehouden. Ongeveer nog tot een maand na die laatste aflevering. Nee, niet een maand. Iets langer. Oh. Ja. We hebben gewoon contact gehouden. Af en toe tussendoor een beetje. Meer naar potentie dan. Het is ook echt iets waarvan ik verder niet weet wat ik ermee moet of kan. Maar in ieder geval is het... Er is even wat. Hè? Zullen we het daarvoor ophouden? Wat vind jij ervan? Ik denk eens dat het gewoon goed is voor jou. Ja, gewoon eens even wat anders dan wat je normaal gesproken doet en vindt en ontmoet. En... Ja. Ja. Nou ja, ik film maar gewoon voor mijn eigen document of zo. Het is nu 2 dagen later. En ik voel me toch wel weer onbestemd nu. Maar het komt een beetje omdat ik ook word gewaarschuwd voor hem. Ik heb echt zoiets van, nou, ik kan echt op mijn gevoel afgaan. Oké, ik weet dat het niet de type is waar ik normaal wat mee zou beginnen of zo. Ik weet dat de constructie een beetje raar is. Hij is vrijgezel, daar niet van. Nog even over die constructie dan. Dit ging om iemand die ik kende als kind. En ondanks dat ik hier 30 was, voelde daardoor de verhouding toch nog steeds een beetje dubieus. Ik heb ineens twijfels dat ik dit wel zo wat moet doen. Jullie treffen me dus nu in eigenlijk de slechtste en in de beste tijd om weer te gaan filmen. Want ik weet het gewoon niet. In ieder geval gebeurt er weer dus wat. Ik kan niet meer slapen. 5 jaar geleden was ik niet op zoek naar een nieuwe relatie of een hele intense liefde voor de langere termijn. Maar ik was wel bezig met het onderzoeken van mijn gevoelens en mijn verlangens. En ik was benieuwd naar nieuwe ervaringen. Het is vandaag. Hebben jullie helemaal niks aan, want de dagen maken toch niet uit. Maar het is maandag, anyway. Ik heb wat werkafspraken gehad en ik zie zo mijn moeder. Oh, daar is ze al. Ga even lekker lopen, want het is erg heet. Het is echt warm. Ik loop hier lekker met mijn moeder. Hallo. We zijn op excursie. Bos-excursie. Zoiets. Mijn moeder kent hier alle leuke plekjes. Ja. Wat vind je van mijn liefdesleven op dit moment? Spannend. Wachten af, vol spanning. Degene waar het nu even een klein beetje over gaat, hè? Wat is het eerste wat je dacht toen ik dat zei tegen je? Want jij kende hem al. Wat ik toen dacht? Ja. Oh mijn god. Gaat hij erin en dan ziet hij dus dat hij niet doet. Nee, oké. Okay. Nou, ik hoop weer dat hij niet kijkt. Ja, natuurlijk kijkt hij wel. Nou, misschien moet je zeggen, een ander type dan wat je normaal bij me zou zien. Ik dacht, nou, dat is wel een ander type dan dat ik normaal zie. Hoe ging dat nou vroeger? Jij had vroeger ook single vriendinnen. Nee, die had ik niet. Was iedereen... Ja. Vond gewoon niemand. En dan ging je niet afvragen, past dit wel? Nee. Dat is dan wel een heel verschil met nu, hè? Ja, nu is iedereen zo moeilijk. Iedereen is zo kritisch.
Hi. Hoe is het? Ja, goed hoor, met jou. We zitten even in een diepte-interview. Ja. Moet je hem er even bij zetten. Inmiddels is er veel veranderd. Maar leeftijdsverschil is wel iets wat me nog steeds een beetje bezighoudt. En dat komt onder andere omdat ik een 6 jaar jongere vriend heb. Is die recht? Hey, hola, hola. Jeetje, nou ben ik ineens 5 jaar verder. Het is nu maart 2022. Ik ben echt heel erg excited dat ik deze serie ga maken. Ik vind het echt heel erg leuk, ook om iets met al die beelden te doen van 5 jaar geleden. Ten eerste ben ik dus verhuisd. Ik woon nog wel in de Hoekse Waard, maar niet meer in Oud-Beijerland. En ik heb dus een vaste vriend. Ja, we kennen elkaar al bijna 2 jaar. Soms is het echt onvoorstelbaar dat ik al zo lang dus echt een vaste monogame relatie heb. Ik zal nog even in het kort vertellen hoe die relatie precies ontstond. Dat was in het voorjaar van 2020, tijdens de eerste lockdown, besloot ik voor de zoveelste keer Tinder te installeren. En ik had een match en deze keer voelde het anders. Ik ben echt knetterverliefd. Ik heb het gewoon echt helemaal te pakken. Ik kan nog alle kanten op gaan, dat weet ik heus wel. Tegen de tijd dat jullie dit zien, is het misschien over. Nee, dan ga ik dit niet laten zien. Ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. Jij dacht al dat ik het was voordat je me had ontmoet, hè? Zeg, ja. Wat dacht je dan toen je mijn foto zag? Ja, gewoon, dat is mijn vrouw. Het is wel een hele intense liefde. En op heel veel vlakken passen we heel erg goed bij elkaar. Maar ook op sommige vlakken niet. En dat is dat ik echt een prater ben. Ik ben super open. En hij is op bepaalde gebieden heel gesloten. Dat ik denk van, goh, het gaat wel over. En als ik het er niet over heb, dan ziet niemand het ook. Ja. En ervaart niemand het. Maar ja, dat is natuurlijk niet helemaal waar. Dus je hebt dan wel eens communicatiedingen. Maar ja, over het algemeen gaat het dus echt wel heel goed. En ben ik heel happy. Net zoals ik 5 jaar geleden ook gelukkig was. Op een andere manier. En leeftijdsverschil is dus het onderwerp voor deze video. Destijds hield me dat heel erg bezig. En nu eigenlijk ook wel. Ik ben 35, dus ik ben nog jong. Vroeger leek 35 me heel oud. Maar nu ik het zelf ben, ik voel me eigenlijk echt niet anders dan 10 jaar geleden. Maar goed, ik ben natuurlijk wel dichter bij 40. Dat is echt zo'n scary age die ik heb. Zeker bij vrouwen is dat denk ik ook wel meer een ding dan bij mannen. Omdat vrouwen raken natuurlijk in de overgang. En dat heel die hormonale processen, dat verandert zoveel. En ik zie er zo tegenop. Dus dan denk ik wel eens van, goed ja, zou ik dan nu nog een kleine 10 goede jaren hebben of zo? Zo moet ik niet denken, dat weet ik wel. Maar toch, nou ja, ik vind dat wel een leuk onderwerp. En uiteraard ben ik heel benieuwd, als je een partner hebt, hoeveel schelen jullie? En als je geen partner hebt, waar ligt jouw interesse? Als je bijvoorbeeld op Tinder zit, tussen welke leeftijdscategorie zoek je? We gaan het erover hebben. Ja. Dat jij nu single zou zijn. In mijn advertentie zou ik zetten, ik ben een man van 63, redelijk vitaal, opgeruimd sommig karakter en ik zoek een leuke, jonge, aantrekkelijke vrouw van 55 plus. Wat zou op je Tinder profiel staan? Nee, maar jij zou niet zeg maar een meid van mijn leeftijd. Nee, ik zou geen meid van 30. Wat moet ik met een meid van 30? Help. Weet je waar ik dat zag? In hotels in het Verre Oosten. Met zo'n super kort rokkie. Die kwam om een bijstel binnenlopen, denk ik. Wie komt er in godsnaam met zo'n kort rokkie? En dan keek hij even om. En dan kwam erachter zo'n Europese vent van middelbare leeftijd erachteraan sjokken. Die er dan zo nodig in de ontbijtzaal nog met zo'n jong ding moest sjokken. Gewoon een beetje ziek, weet je wel. Dat vond ik echt een ander ding. Ik weet niet hoe het is als je naar een nieuwe relatie zou kijken.
Ik vind nu, je moeder, die vind ik, daar kijk ik nog net minder tegenaan als toen ze 18 was. Ik vind haar nog steeds even leuk als toen. Maar als ik haar nu tegen zou komen, dan denk ik misschien, nou, nee, dat is maar even 52. Dan weet ik dat niet. Dus dat heb je, als je samen bent met iemand en samen oud wordt, dan is dat anders. Ja. En hoe zou jij het vinden als ik met een man van de 50 kwam? Ja, ongemakkelijk, klaar. Het eerste wat ik dan denk, ik ben natuurlijk cijfermatig ingesteld. Oh, hij is 50. Over 15 jaar zit je met een oude vent die naar de prostaatkliniek moet, weet je wel. En dan ben jij zelf 45. Ja. En dan ben jij, kom je overgang eraan en dan wil je nog van alles. Maar als je gelukkig met elkaar bent, prima. Dat gesprek met mijn vader zette me diezelfde avond erg aan het denken. Ik kwam erachter dat het niet zozeer het leeftijdsverschil was wat me afschrok, maar meer de verhoudingen. Het gevoel dat die man bij me opriep. Ik was naar oude beelden aan het zoeken van wat, ja, voor een filmpje wat ik nog ging maken. En ik kwam dus beelden tegen van hem en mij. En ik dus echt als 9-jarige naast hem. Verkleed. Laat eens zien, wat heb je aan straks? Oh, ja. Ben je niet, ga je naar de disco of zo? Nee. Dan denken ze nog, jij en waarom ben je onder zo hard? Ja, dan heb ik niet, dan is het goeie. Het is misschien helemaal onzin of zo, hoor, dat ik me zo aantrek. Maar ik krijg dat gewoon niet, dat gevoel kan ik niet van me afzetten. Het heeft echt niks met zijn leeftijd verder te maken, hoor. Daar moest ik wel even aan wennen, het idee van 20 jaar. Maar ik merk dat ik dat ergens wel leuk vind. Ik denk echt dat ik wel iets heb met veel oudere mannen. Omdat ik wel met die mannen vaak veel beter kan praten dan met mannen van mijn eigen leeftijd. En omdat het een soort bescherm, voel me bescherm, ja, meer beschermd bij mannen van rond de 50. Het is niet zo dat ik dagelijks stilsta bij het leeftijdsverschil dat mijn vriend en ik hebben. Maar als ik aan de toekomst denk, ben ik soms wel bang dat er dingen gaan veranderen, omdat ik toch gewoon wat ouder ben. En sneller ouder zal worden. Oh yes, je hebt een ei. Ja, ik eet tegenwoordig biologisch. Scharreleieren van mijn eigen kippie. Bedankt, meid. Bedankt, lekker. Even een poesje bij, hoor. Je stoel, jij wordt zo groot. Maar kijk, hij is zo lief. Roel heeft ook nog steeds trouwens een andere poes, maar die zit dus bij Mels. Goedemorgen, vandaag heb ik bezoek van de aannemer, want huis is nog steeds niet af. Ik ben ondertussen aan het werk. Ik werk aan een essay voor NRC Handelsblad. Maar ik dacht, dit is een goed moment om even te filmen, want mijn vader komt straks langs. Die is in de buurt, dus ik kan het met hem ook nog even hebben over leeftijdsverschil. En straks ga ik nog even lekker schrijven bij Wereldje in Oud-Beijerland. En als Mels dan klaar is met een afspraak, komt hij ook. Dus het is een goede dag om te filmen. Ook trouwens de aannemer, ik ken hem al zo lang. Dus ik zal ook even vragen wat hij van leeftijdsverschil vindt. Want volgens mij valt hij op oudere vrouwen, dat is wel grappig. Kom maar kijken hoor, Annie. Je hebt gelijk. Stijg uit de bed. Daar het uitzicht met een nieuw terrasje, want ik had lekkage. Ik vraag me af of dat het ooit afkomt, als ik echt eerlijk ben. Maar dat komt natuurlijk omdat je 2 jaar in een verbouwing woont. Nou, ik woon er niet gelijk. 1,5 jaar. Woon je toch in een soort verbouwing. En dan verlies je een beetje ook gewoon inspiratie. Oh, wat erg! Ze heeft er helemaal overheen gelopen. Voetstapjes van de kip. Oh jee, wat grappig dit zeg. Wat vind jij van leeftijdsverschil binnen relaties? Denk je dat het kan werken? Ja. Ik heb in principe helemaal heel wat ouder vrouwen nodig. Heb je dan een soort moedercomplex? Nee, dat niet. Vooral als ik 42, 44 ben. 42, waarom? Dat is gewoon zo. Oh, dat vind ik nou wel eens even relativerend, een man die... Ik dacht echt van nou, vanaf tot 35 of zo, dan daarna wordt het alleen maar minder, nee? Ik heb jou 5 jaar geleden gevraagd over leeftijdsverschil binnen relaties. Ja. Hoe kijk jij daar nu tegenaan? Ja, voor mij zou ik zeggen, niet meer dan 20 jaar jonger, lijkt me zo. Maar toen zat je op
Of toen zei je vanaf 55 plus, het was je 63, dus dan ben je toch wel stiekem gezakt. Maar je moet er niks aan verschillende jaren. Ik ben 11 maanden ouder, ja. 13 maanden ouder, ja. En dat is perfect. En hoe vind je dan dat ik nu een 6 jaar jongere vriend heb? Ja, dat is helemaal fout. Had je dan liever gehad dat ik een 20 jaar oudere vriend nee, had gehad? Nee, ook helemaal fout. Je had er eentje gehad van 1,5 jaar ouder. Ben je dit echt? Nee. Nee, uit onderzoek las ik wel dat het best inderdaad is om rond 1,5 jaar te zitten. Ja, dat zijn mijn gevoel. Voor de langere termijn. Dat zijn mijn gevoel. Jij het onderzoek. Wel goed dat jullie nog steeds bij elkaar zijn 5 jaar later. Stel je voor dat ik nu had moeten zeggen, mijn ouders zijn uit elkaar. Die kans is toch, oh je hebt die grijze scheiding aan je het oog. Ja. Dat het vooral vrouwen zijn die op latere leeftijd de scheiding aanvragen. Omdat mannen op een gegeven moment zoiets van, nou het is wel best zo. Ja, je moeder zegt het. Ja. Dat is geen plan, hè. En vrouwen die denken dan van, nou ik wil toch nog iets uit mijn leven halen of zo. Die zijn minder bang voor verandering dan mannen. Maar op een gegeven moment is het ook gewoon, denk ik, gewoon te laat. Dat je denkt van, waarom zou ik nu nog scheiden? Natuurlijk. Want dan weet je gewoon, dan ben je, als je niet altijd veel last van elkaar hebt. Als je dan gescheiden bent, nee, of je krijgt een ouders die nu nog meer gescheiden is. Ja. Ik hoorde net dat vrouwen van 42 op hun seksuele piek zitten. Ja? Ik had ze wel gerustgesteld. Is dat omdat ze zeg maar, tegen die tijd... Richting overgang hadden. Ja. Zeg maar een soort laatste stuiptrekking van het leven. Maar jij valt wel echt een beetje op ouder, toch? Ja, een beetje wel. Maar ik ben wel soms benieuwd naar later of dat het verschil dan groter wordt. Als ik dan 50 ben, dan ben jij 44. Dat is wel een verschil. Dan zou het verschil toch eerst alleen maar kleiner worden? Denk je dat? Ik merkte altijd bijvoorbeeld dat als je, weet ik veel, 16 bent en dan iemand van 10 ziet, dan is het veel groter verschil natuurlijk. Omdat je ontwikkeling veel sneller gaat als je jong bent. Ja. Daarna vertraagt het allemaal en dan raak je allemaal op hetzelfde niveau. Ik heb wel gelezen dat als je heel veel seks hebt, dat je de overgang kan uitstellen. Omdat je lichaam de indruk geeft dat je nog vruchtbaar bent. Net als de koeien blijven melken, denken ze, dat ze nog steeds aan het zogen zijn. Dus je weet wat je te doen staat. Het telt seks meer zelf dan ook? Volgens mij minder. Er worden andere hormonen aangemaakt als je samen bent, ja. Het gaat om hormonen die worden aangemaakt. Dus dat is de enige reden dat ik nog seks met je heb. Dus om de overgang uit te stellen. Maar voor de rest heb ik het wel gezien na 2 jaar. Dacht ik ook wel. Een grapje. Heel goed, een grapje. Niet gelijk onzeker worden, hè? Nu. Dat was ik al. Oh, nee, dat meen je niet. Statistisch gezien heeft een relatie meer kans van slagen als je ongeveer dezelfde leeftijd hebt. Maar ik geloof dat uiteindelijk andere aspecten zoveel belangrijker zijn voor de kwaliteit van een relatie. Het gaat toch om het gevoel wat je krijgt van iemand en hoe je met elkaar omgaat. Zal ik springen? Het is wel romantisch, ja. Ja, denk ik. Leeftijd is en blijft maar een getal. Je zo sterk zijn, zo'n goede relatie hebben samen om een kind goed op te brengen. Ja, nou, dus beter geen relatie. Nee, want als single liep ik hier niet tegenaan. Snap je? Als single kan je gewoon je ding doen. En jij gaat gewoon samenwonen. Ja, of ongewoon niet. Ik denk ongewoon samenwonen. Ben je niet bang dat er een soort van spanning of verliefdheid eraf gaat als je samenwoont?